Mijn naam is Jarina Litnik en ik ben uit Oekraïne, stad Lviv. Ik studeer hier in Nederland aan de Haagse Hogeschool. We zijn hier vandaag in Amsterdam om te betogen, om mensen in Oekraïne te steunen. We zouden heel graag met ze daar zijn, maar dat kan niet. Wij staan hier tegen het geweld, tegen de gebeurtenis van het 30 november. Het gebeurt in Kiev. De demonstranten waren gruwelijk door politie aangevallen. Eigenlijk tegen de corruptie, tegen de corrupte regering en corrupte president. Давайте на мес поставимо. Україна, слава Богу! Ще нам, братям, Україна є is, laten we zeggen, een post-Sovjet-staat. Oekraïne is jong. Het is een land wat bijna 25 jaar nu bestaat. Je moet je voorstellen, je hebt eerst Stalin over je heen gekregen, en dan krijg je Hitler over je heen, en dan krijg je Stalin over je heen. En dat een eeuw lang, zo ongeveer. En een deel van die corruptie, die komt eigenlijk daar vandaan dat het de beste manier was om in het verleden de staat van je nek te houden. En dat was een goede manier van te overleven. Dus er zijn een hele aantal factoren die kunnen verklaren waarom die corruptie nou eigenlijk daar zo diep geworteld is. Justice for Ukraine! 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 Раз, два, три, слава Україні! Een van de belangrijke dingen van het verdrag met de Europese Unie is dat er een aantal van die staatsinstellingen hervormd moeten vormen. En die maken de kans op corruptie, afpersing. Het is een blackmail state, dus chantage staat. Dat maakt de kans daarop minder. Dus dat zijn wel een aantal belangrijke dingen die daar met dat Euromaidan zeker op te maken hebben. Kunnen we dit wel oplossen? Is dit niet een te grote opdracht? Is het niet te diep? En dan komt er altijd iets uit, ja inderdaad, we kunnen, het is bijna een onmogelijke opgave, maar we gaan het toch doen. Dus dat is één. Het tweede is dat, dat er heel veel van die momenten van corruptie zijn die te maken hebben met bijvoorbeeld je leven als student in een universiteit. Je koopt je diploma, je koopt je cijfer enzovoort. Dat zijn hele praktische dingen waar je dat kunt gaan verlagen. Aan demonstreren. Toch eigen doel. Voor betere toekomst. Voor toekomst voor kinderen. Toekomst voor het land. Blijven staan en vreedzaam demonstreren. Dat vind ik heel knap en daar ben ik heel trots op. Mensen staan nu in Kiev met temperatuur tot min 40 en ze blijven staan, want deze keer moet lukken en wij willen richting Europa en niet richting Moskou. Ja, je kunt daar echt stappen vooruit, maar je doet het voor de volgende generatie, zo moet je dat wel zien. Het is niet dat dat morgen weg is. Hoe het er precies uit zou zien, dat weet ik niet. Dat kan niemand zeggen, maar dat dit wat nu aan de gang is, ik geloof niet dat dat nog terug in de fles gaat, dat je dat die geest uitkrijgt. De wens voor een democratisch, een rechtsstaat, een vrije markt, al dat soort dingen, die zijn nu op tafel en die gaan niet meer. Maar wat het wordt, ik durf daar niet op te, dat vind ik heel moeilijk. Сосна палала, ой, сосна палала, ти не дівчина.
стояла бідна дівчина, стояла. Ой, розносно палала бідна дівчина, стояла, бідна дівчина, стояла. Ей-га, таке там на життя, на плечники готові, прощай, моя дівча, сьогодні помандруєм, не знаємо самі, я тебе заночуєм, чорти ми лісові, ей-гу, ей-га.